Hallo lieve vrienden, hartelijk welkom bij weer een video over de Arthur Laser Master 3. Elke laser, welke je ook gaat hebben, moet af en toe nieuwe firmware krijgen. Een update geleverd door de leverancier van de laser. Ik kan dit natuurlijk niet voor alle lasers laten zien, maar over het algemeen zijn er meer dan voldoende YouTube-video's te vinden over het updateproces van je firmware. Elke machine werkt daarin anders, dus het heeft geen zin om, als je een Sculfun S9 hebt, te kijken naar mijn video waarin ik die update ga uitvoeren voor de Arthur Laser Master 3. Maar dat is wat ik in deze video ga doen. Ik ga u laten zien hoe de Arthur Laser Master 3 geüpdate wordt. En zeker als het gaat om het begin, waar je de firmware kunt downloaden voor een Arthur machine, want dat geldt voor alle Arthur machines, niet dezelfde werkwijze, maar wel de website waar je de firmware kunt downloaden. En op die website wordt ook uitleg gegeven over hoe die procedure werkt. We gaan naar het internet en we gaan kijken dat we die softwareversie gaan downloaden. Veel plezier, alvast. Voor de Arthur Laser Master is dat de website https://arthur.tech/latest-firmware/. Ik zal de website onder de video vermelden, maar dat is degene die we hier zien. We zien hier voor verschillende lasermasters, de Lasermaster Pro, de Lasermaster 2, dat is mijn andere machine, Alfero Lasermaster, de Obsidian en nog een keer Alfero. Ja, wat daar een verschil is tussen die twee, weet ik niet. Maar hieronder zien we gelijk staan de Arthur Lasermaster 3. En we zien gelijk een downloadlink staan en die downloadlink dat is voor de versie 210. Ik ga u zometeen laten zien hoe u kunt zien in Lightburn, want ik ga dit met Lightburn doen, welke versie u heeft. Als u klikt op deze downloadlink, dan komt er een zipbestand binnen wat u gaat downloaden. En dat zipbestand, dat heb ik al gedownload, dat ga ik u even laten zien, want dat moeten we uitpakken. En daar zit een bestand in wat we uiteindelijk nodig gaan hebben. Zo, het zipbestand dat staat hier op mijn bureaublad en dat open ik. Dat is een zipfile en die zipfile die moet worden uitgepakt. Dus dat ga ik gelijk even doen. Over het algemeen wordt dat uitgepakt op dezelfde plek als waar het originele bestand staat. Dus in dit geval op mijn bureaublad. Hij opent zich ook gelijk. Dat is deze hier. Ik kan nu de zipfile sluiten en eigenlijk ook al weggooien. Dus dat is, even kijken. Oh, niet zo groot wil ik hem niet hebben. Maar rechtsklikken en verwijderen. Gelijk even doen. Dan hebben we hier OLM 3 firmware release. Die open ik. En wat ik nodig heb is het binary bestand, het BIN bestand. En dat is deze hier. En dat ga ik er simpelweg uitslepen. Alle andere zaken heb ik niet nodig. Ik sleep dat bestand eruit. Hier staat hij op mijn bureaublad. Ik sluit het gewone bestand, dat ga ik ook weggooien. En daarmee ben ik klaar voor het uitvoeren van de firmware upgrade. Het eerste wat we gaan doen is de machine aanzetten. Daarvoor steken we de sleutel in het slot, draaien de knop en zetten hem aan. We zien dat de lamp zometeen naar groen gaat. En daarmee is de Lasermaster aangezet. Voilà. Oké, Lasermaster draait. We gaan nu naar Lightburn. Op het moment dat je jouw PC aan hebt staan en je opent de Arthur Lasermaster 3, dan verschijnt er ook gelijk een venstertje, in dit geval de OLM 3 50FA schijf E. Deze hebben we niet nodig, we gaan zometeen een andere schijf nodig hebben, dat gaan we zometeen zien. Maar ik heb ondertussen Lightburn geopend en met de machine aangesloten in het tabblad bedieningspaneel. Als dat uitstaat, ga je naar venster, bedieningspaneel en zet je dat venstertje aan. En als je daar nou goed kijkt, dan zie je daar een heleboel dingen hier bovenin in dat bedieningspaneel staan. Waar wij naar op zoek zijn, is naar de tekst OLF. En we zien hem hier staan. Hier zo. Ik zal kijken of ik hem even kan selecteren. Ja, deze hier. En dan zien we dat op dit moment
de firmware-versie van deze machine 207 is. En als je goed hebt opgelet, heb je net gezien dat wat ik gedownload heb is versie 210. Nou, wat gaan we nou doen om dit werkend te krijgen? We gaan beginnen met zometeen de machine uit te zetten. Dus we gaan weer even terug naar de machine. Bij de machine gaan we de machine nu weer uitzetten. Je zult zeggen, waarom dan? Nou, dat heeft redenen, zul je zo meteen zien. Hij is nu uit. En nu komt het verhaal, als ik nu even de camera ga oppakken, want dat wordt even heel lastig, maar ik ga het wel even doen. En ik ga de kop van de laser even wegzetten. Ik weet niet of dat goed te zien is. Ja, het is te zien. Hieronder namelijk zitten wat knopjes. En één van de twee is de resetknop, dat is deze hier. Wat ik nu ga doen is het volgende, maar ik moet daarvoor even de camera weer verplaatsen. Dus je kan dat niet, ik kan dat niet laten zien, want de machine gaat homen, dus dan moet die camera hier weg. Ik ga hem aanzetten. Ik houd de aan- en uitknop ingedrukt. Ik druk kort op de resetknop. Die laat ik los, de aan- en uitknop hou ik ingedrukt, totdat die hier rood, blauw en groen aan lampjes gaat geven. En op dat moment gaat de computer in de modus komen dat hij kan gaan updaten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ga dat proberen te laten zien. Ik ga hem aanzetten. Ik wacht tot hij aan is. Hij gaat knipperen. Nu druk ik op de resetknop. En als je goed ziet hebben we hier rood, groen en blauw. En nu gaan we terug naar de computer. Goed, terug bij de computer zien we dat er weer opnieuw een venstertje is gekomen met een map van de OLM 3, maar dit keer heet die OLM 3 Update. Nou, wat we nu gaan doen is eigenlijk heel erg eenvoudig. We gaan dat binary bestand pakken wat we straks uitgepakt hebben. Even kijken waar ik hem heb staan. Hieronder ergens. Even deze wegdrukken. Ja, deze. En die kopieer ik simpelweg naar deze map toe. Hoppakee. Daar gaat hij. Hij gaat dat even schrijven. Geduld hebben. Schone zaak. En als hij klaar is met dat schrijven, gaat hij zelf uit zichzelf dit venstertje afsluiten en updaten op de machine. Even geduld. Daar gaat hij. Op dit moment is de machine bezig met te updaten. Wat je niet kunt zien is dat hij zichzelf homet. En inmiddels is, en dat kun je ook niet zien, maar dat kan ik je vertellen, hij is groen. Nu gaan we weer terug naar Lightburn. Zo lieve mensen, wat ik nu doe, ik ga in Lightburn, ik ga de laser weer uitzetten. Zo, dan ziet Lightburn ook niet meer. En nu zet ik hem weer aan. En als het nou goed is, moeten we dan dus zometeen gaan zien wat voor een softwareversie die Lightburn versie nu heeft. Ah, ik zie dat dat leuk is dat ik dat gedacht heb. Maar wat ik zal moeten doen, ik zal even Lightburn af moeten sluiten en opnieuw openen. Ook dat is natuurlijk een optie. Dat doen we hierbij. En dan gaan we weer naar dat bedieningspaneel. En dan gaan we kijken naar welke softwareversie hij nu heeft. Dus we gaan weer naar boven. En dan zien wij hier dat hij nu OLF versie 210 heeft. En dat dus de update is geslaagd. Ik moet hem natuurlijk testen, maar ik heb er geen rare verhalen op het internet over gezien of gehoord. Dus ik ga ervan uit dat deze versie in orde is. Nou, dit was een korte video over het doen van een firmware upgrade bij een Ortho Laser Master 3. Nogmaals, voor jouw machine, ga vooral naar de website van de maker om een firmware versie te kunnen downloaden. En er zijn ook heel veel video's over hoe je dat voor jouw machine doet. Veel succes daarmee en tot de volgende keer. Dag!